Belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. RTS Journaal, vers van de pers. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede opgeroepen tot eensgezindheid binnen het koninkrijk. Hij sprak onder andere over de steun die Nederland geeft om Curaçao, Aruba en Sint Maarten door de coronacrisis te helpen. De koning benadrukte dat het Caribisch deel van het koninkrijk hard is geraakt door de crisis en de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gelden economische steunmaatregelen vergelijkbaar met die van Nederland. Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie die weerbaarder en schokbestendiger is. Het is belangrijk om steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons koninkrijk als geheel sterker, aldus de koning. Minister Charles Cooper is met de dood bedreigd. Het is vooralsnog onduidelijk waarom de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning met de dood is bedreigd. Een bord met daarop Charles Cooper dood stond voor de muur van de kerk van Grootkwartier. De politie was daar in gesprek met een man die het bord hoogstwaarschijnlijk vasthield of daar heeft geplaatst. Uit het gesprek tussen de man en de politie kon extra niet opmaken wat er schuil gaat achter de bedreiging. Het Openbaar Ministerie zegt in een reactie dat de minister aangifte kan doen en dat het OM dan overgaat tot diepgaander onderzoek naar de bedreiging. Na Qualectra, nosa tuma tembu pa sirbibu ora kumasta kuminibu. Llama no centro de cliente a telefón 0800-035 de ya luna pa che viernes fue de setor de mente te cu setor de noche pa turno servicio nan off pa traun cita. Si vo que tra cita pa che sabra, tambe por ahora. Po por scoge pa tra vo cita, riba aqualectra.com y provecha mesora pone bo documento na cerca pa bo bichita cerca nos vai mas fácil. Si! Aqualectra su centro de cliente huerta clapa ser vivo na e momento cubita cumini abo. Er zijn flink wat video's rondgegaan op sociale media van feesten waar gedanst werd de afgelopen dagen. In meerdere gevallen ging het om een bruiloft waarbij er geen mondkapjes gedragen werden en ook geen afstand gehouden werd. Ronnie Cornelis, hoofd van de afdeling inspectie binnen MEO, spreekt er schande van. Tegenover Extra verklaart hij veel vragen te krijgen over deze feesten. Verschillende ondernemers vinden dat als een zo'n soort activiteit toegestaan is, de anderen dat ook zouden moeten zijn. Volgens Cornelis is bij persconferenties van de regering duidelijk aangegeven dat dansen niet mag, aangezien de kans op besmetting hierdoor veel groter wordt. Dit wordt ook pijnlijk duidelijk nu een van de feesten aangemerkt wordt als een superspread-event. Curaçao Ports Authority voert regelmatig onderhoud uit aan de kaders in de Sint-Annabaai. De afgelopen dagen was het werk wederom zichtbaar. CPA was bezig met het vervangen van wrijfhout dat niet meer goed was. In een korte reactie aan Extra liet CPA-woordvoerster Sau Bridgewater weten dat het wrijfhout vervangen wordt door gerecycled plastic en dat het werk nog een paar maanden zal duren. Het wrijfhout is nodig om de kade te beschermen tegen schade tijdens het aanmeren van een boot. Vier geiten zijn afgelopen weekend door een aantal honden om het leven gebracht. De slachtpartij vond plaats in de omgeving van Katoentuin.
De honden van de buren kwamen het erf van de geitenhouder op en vielen de geiten aan. 4 van de geiten overleefden de aanval niet. Het was niet de eerste keer dat dit gebeurde. Voor het weekend werden al 7 geiten doodgebeten en nu was het weer raak. De buren hebben de kosten van de dode geiten wel vergoed. Volgens de Extra een verdrietige gebeurtenis voor de eigenaar. Hij verloor in korte tijd 11 van zijn geiten. Aandeelhouder in Enea Caribe Holding NV, Parman, is niet verschenen op een aandeelhoudersvergadering in het kader van de verkoop van de aandelen in Banco di Caribe. Volgens de wet is de CBCS dan bevoegd om een noodzakelijk besluit te nemen. Dat laat de bank in een reactie op een persbericht van Parman International BV weten. De opmerkingen in het persbericht van Parman over de uitstekende financiële conditie van de Enea Groep bij de start van de noodregeling staan ver af van de werkelijkheid, aldus CBCS. Diepgaand onderzoek door de centrale bank na het uitspreken van de noodregeling heeft bovendien uitgewezen dat de tekorten groter waren dan oorspronkelijk gedacht. Van begin af aan heeft de CBS een zo zorgvuldig en professioneel mogelijke aanpak gevolgd en zich laten bijstaan door verschillende externe deskundigen. Dat geldt ook voor het proces om te komen tot de verkoop van Banco di Caribe, besluit de CBCS. Minister-president Gilmar Pikpisas zal deelnemen aan de 76e algemene vergadering van de Verenigde Naties. Pisas vertrekt samen met de premiers Mark Rutte, Evelien Wever-Kroes en Silveria Jacobs naar New York. De premiers nemen deel aan verschillende evenementen over Sustainable Development Goals, vrouwelijk leiderschap en Small Island Developing States. Rutte zal op vrijdag 24 september tijdens de vergadering van de VN een toespraak houden. Ook brengt hij een bezoek aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres. De Nederlandse minister De Bruin zal ook aanwezig zijn tijdens de bezoeken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.